heb je dit ervaren deze avond? Geweldig. Een hoogtepunt? Het was mijn hoogtepunt. Ik heb er een beetje tegenop gezien. Gezonde spanning. Ik heb genoten van de gastvrijheid van de KMA. Ik heb genoten van hoe John het neer heeft gezet. Onze eerste ontmoeting eigenlijk ook. En ik heb genoten van alle woorden. En ik heb ook genoten van het feit dat ik de ruimte heb gekregen om te vertellen wat mij drijft. En waarom ik het boek heb geschreven. Dus hele persoonlijke ontmoetingen allemaal vandaag hier. Dat klopt, zeker weten, ja. Voor mensen die jou niet kennen, wie is Erik van der Wal? Erik van der Wal is een... Erik van der Wal is iemand die zijn hele leven aan het zoeken is geweest om een leven te leiden wat prettig is. En daar ga ik steeds meer in slagen. Dat is Erik van der Wal. Waarom heb je dit boek geschreven? Omdat ik te veel mensen tegenkom die een leven leiden dat hun niet past. En dat zie je. Mensen zien er moe uit, mensen zijn ziek, mensen mopperen op hun werk. Hebben het over als ik ooit een keer met pensioen ben, terwijl ze misschien pas 40 jaar zijn. Daar maak ik me zorgen over. En wat hebben ze dan aan dit boek? Dit boek kunnen ze lezen. Hoe je je leven op een rijtje kunt zetten door na te denken over levensfases. Door na te denken wat de omgeving je nodig hebt om het fijn te hebben. Om na te denken over de kwaliteit van de relaties die je hebt. En vooral te lezen van de mensen in het boek die ik heb geïnterviewd. Hoe zij hun leven hebben ingedeeld. Hoe zij hun hobbels hebben overwonnen. Dat geeft inspiratie. Je hebt heel veel inspirerende ontmoetingen gehad. Ja, wat heeft jou het meest geïnspireerd? Het is een onmogelijke vraag, ben ik bang. Nee. Marit McQuire. In Belfast, ja, echt. Zij heeft de hele IRA-oorlog aan de lijf ondervonden. En zij heeft zo'n mooie mensvisie. Zij zegt, er is een nieuw hogere dimensie aan het ontstaan, dat mensen op een andere manier omgaan. Ze heeft me uit haar ervaring verteld hoe zij het voor elkaar heeft gekregen om allerlei tegengestelde belangen in Ierland bij elkaar te krijgen. Heel erg inspirerend, heel erg inspirerend.